luistert naar de DCDW-podcast, gepresenteerd door Paul de Vries. Elke week praat Paul met interessante gasten over actuele online automotive onderwerpen. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Marktplaats, Autodata Nederland, You Name It, Bovemij, Marble Digital Marketing Solutions en ActiveLease. Welkom in de DCDW-podcast met deze week Esther van der Welle, mede-eigenaar van South Media, geeft trainingen in social media en al een aantal jaren onze eerste designer, ontwerper en ook creatuur van onze social media kanalen voor Facebook en Instagram. Esther, ontzettend fijn dat je dat je in de DCDW-podcast te gast bent. Kun je iets meer vertellen over jezelf en over je bedrijf? Ja, tuurlijk. Paul, ook hartstikke bedankt dat je me hiervoor uitgenodigd hebt. Ik ben inderdaad mede-eigenaar van South Media. En wij werken voor klanten en doen alles op het gebied van een visuele identiteit ontwikkelen. Website ontwikkelen en social media bijhouden. Ik ben nogal een vakidioot. Op een gegeven moment ben ik verder gegaan op het gebied van social media. En heb ik ook cursus gevolgd bij Facebook en bij LinkedIn om goed te weten van wat hebben die platformen nou te bieden. En zodoende ben ik ook klanten daarin in gaan trainen, zodat ze zelf de kennis krijgen om het zelf bij te houden. Okay. Dus dat is waar mijn dagelijks werk onder andere uit bestaat. Nou, ben je laatst specifiek begonnen om social media te gaan doen, ook voor de automotive, niet? Ja, klopt. En waarom specifiek van de automotive? En zie je daar veel mogelijkheden of zie je daar veel dingen fout gaan? Of is het omdat je de connectie met mij hebt en misschien daardoor ook wel een leuke markt vindt? Nou, wat wel meegeholpen heeft is, kijk, wij werken natuurlijk voor jou, dus we hebben ook veel van jouw blog gezien en gelezen. Waardoor wij een goed inzicht hebben gekregen in hoe de automotive werkt. En van daaruit zie je kansen om het beter te doen. En wat ik in de praktijk zie is dat veel autobedrijven vooral heel erg druk zijn met het verkopen van auto's, wat natuurlijk ook hun prioriteit moet hebben. Maar dat social media een onderdeel is wat onderschat wordt en wat ook soms als heel lastig gezien wordt. Van hoe moet ik dat nou bijhouden en ik heb nooit goede foto's of ik weet niet wat ik erop moet zetten. En dan om vrijdag 4:00 denken ze van ja, weet je, het is mooi geweest. Ik ga er niet naar kijken ook. Dus het is moeilijk om die continuïteit te krijgen. Ja, en uiteindelijk, dat laatste is wel het allerbelangrijkste, hè? Dat je consequent het wel blijft doen, hè? Social media. Ja, klopt. Die continuïteit is echt heel belangrijk. Dat is enerzijds belangrijk om top of mind bij je doelgroep te blijven. Want ja, meer posten betekent gewoon dat je meer gezien wordt. De andere kant is dat de continuïteit ook heel belangrijk is om door het algoritme goed opgepakt te worden. Als je zeg maar een maand niks plaatst, dat is echt killing voor het bereik van je post. Dus als je continu blijft plaatsen, dan gaat het bereik van jouw post ook omhoog. Dus je bent op die manier echt aan je merk aan het bouwen. En Facebook is daar gewoon een hele goede manier voor. Ja, nou doe je sinds een aantal maanden, of 2 maanden denk ik, hè, onze Facebook-campagnes en onze Instagram-campagnes. Ja, nou, klopt. Nou weet ik uit het verleden dat we daar vorig jaar ook al eens wat pogingen hebben ondernomen. Wat doe je nou anders? Ja, nou wat we anders doen is dat we er dichter op zijn gaan zitten. Van oké, er moet gewoon 3 keer per week een bericht op, dus die continuïteit weer. Waar we ook naar hebben gekeken is van om jouw rol als opiniemaker of opinieleider, maar ook als autoriteit op het gebied van automotive, om dat veel meer te gaan benadrukken. En wat je heel erg ziet is natuurlijk op Instagram dat de influencers heel erg
duidelijk aanwezig worden. En die doen dat ook op een bepaalde manier. En wij hebben ervoor gekozen om jou ook veel meer als influencer in te gaan zetten. Dus jouw persoonlijke mening en visie heel erg naar voren te brengen. In plaats van alleen dienstverlening. Ja, en wat is nou het directe effect nu na een aantal weken? Voor zover je al van een effect kan spreken. Ja, je ziet dat er meer interactie is. Dat het voor de lange termijn is, hè? Ja, klopt. Ja, op de korte termijn zie je, kijk, we doen ook wel wat tools om meer volgers te krijgen. En ook om de interactie omhoog te brengen op berichten. Maar het is wel echt een proces van de lange adem. Laat ik het zo zeggen, als iemand binnen één maand op 10.000 volgers zit, dan is dat wat ongeloofwaardig wat mij betreft. Je hebt echt die opbouw nodig om bij de mensen die jou interessant vinden, om daar on top of mind te komen. Ja. Hey, en nou hebben we zelf de keuze gemaakt voor Instagram en voor Facebook. Zie je daar nog grote verschillen tussen de beide platformen? Is de ene beter geschikt voor conversies voor het oude bedrijf dan het andere? Of maakt dat in jouw leven niet zo heel veel uit? Nou, dat is wel leuk dat je dat noemt. Wij maken heel duidelijk onderscheid tussen wat je organisch kunt doen en wat je met advertising kunt doen. Nou, organisch zie je dat het grote verschil op Insta zit, dat het echt visueel goed moet zijn. Een community opbouwen vergt daarbij voornamelijk dat je echt heel erg gaat investeren in fotografie, in goede captions, dus de teksten erbij, dat soort dingen. Maar als je kijkt naar advertising, dan zien wij dat beide platformen goed kunnen converteren. Dus dat heeft niet zozeer met Facebook of Insta te maken. Dat heeft veel meer te maken met hoe je targeting van je advertising in elkaar zit. Dus weet je de juiste doelgroepen te bereiken. En de advertising kun je vanuit één systeem op twee platformen laten lopen. Zowel op Facebook als op Insta. Dus kun je heel goed meten van waar komt die conversie nu uit tot stand. Ja, maar als je nou bekijkt, hè, als je nou een dealer bent, hè, of een autobedrijf bent en ik wil gaan adverteren op Facebook, bijvoorbeeld voor after sales, waar moet ik dan echt rekening mee houden als ik kijk naar een doelgroepbepaling? Waar ik naar zou kijken is van welke mensen zou je willen targeten? Kun je die targeten op bepaalde interesses of demografische gegevens? En daar zitten heel veel gedetailleerde mogelijkheden in, om het maar zo te noemen. Ik kan natuurlijk van tevoren niet bepalen wat diegene zijn doelgroep is. Maar kijk, stel bijvoorbeeld dat het gaat om je aanbod onder de aandacht te brengen. Dan heb je het meer over van, kan je bijvoorbeeld de gezinsauto's bij elkaar zetten en daar een targeting op toepassen. Bijvoorbeeld met ouders van kinderen in de leeftijd tussen de 4 en de 12. Dat is heel goed te targeten. Dan mag je van aannemen dat ze dan een gezinsauto hebben, bedoel je? Ja, nou dat is in ieder geval de doelgroep die mogelijk interesse in zo'n auto zouden hebben. Wat ervoor zorgt dat je je budget dus niet aan heel veel mensen gaat besteden die er toch geen interesse in hebben. Mm-hmm. En kijk, natuurlijk weet je nooit... Ja, precies, qua locatie. En dat ligt natuurlijk ook aan in welk segment je zit. Zit je in een hoger segment, dan zullen mensen ook bereid zijn om er langer voor te rijden, bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal wel factoren om naar te kijken. En wat wij adviseren is om niet één auto te adverteren, maar om het aanbod te bundelen. Op die manier heeft de ontvanger, de bezoeker van Facebook, heeft meteen keuze uit verschillende modellen. En kun je meteen laten zien ook wat jouw aanbod is. Dus daarom zouden wij zeggen van zorg bijvoorbeeld dat je op die gezinsauto's en maak dan een carousel daarvan. Of gebruik bijvoorbeeld een dia-show. Dat zijn advertentievormen die ook heel goed scoren, zeg maar. En dat komt omdat daar interactie in zit. Er zit beweging in en het is een soort video. Dus dat is zeker te adviseren. Mm-hmm. En daardoor heeft de bezoeker ook gewoon meteen een goed beeld van, dit is het aanbod bij mij in de regio. En als ze in de markt zijn voor een auto, dan
dan zullen ze sneller bij jou langskomen. En wat we ook wel zien, is, maar dat geldt meer voor de merkdealers. Die kan je ook heel specifiek op merk targeten. Dus ja, dat is natuurlijk ontzettend interessant als je bijvoorbeeld een nieuw model Toyota op de markt krijgt. Dat je in een wat grotere regio de mensen die interesse hebben in Toyota, om die te targeten. Omdat die mogelijk wel toe zijn aan een nieuw model. Hey, en Esther, wat is er nou veranderd ten opzichte van Facebook met dat hele privacy issue wat ze hadden? Wat kun je nou niet meer wat je zeg maar vorig jaar nog wel kon? Wat is er voor jou veranderd als jouw taak als marketeer bij Facebook? Is het moeilijker geworden of is het uitdagender geworden? Of is het eigenlijk nog steeds zo simpel als dat het altijd was? De methodes zijn nog even simpel. Het is wel zo dat bijvoorbeeld voorheen kon je inzicht krijgen in je klantenbestand, als je dat wilde targeten. Ja. Dat zijn doelgroepstatistieken. Dat is wel heel diep in de materie meteen, maar dat is nu niet meer inzichtelijk. Dus dat zijn wel dingen die veranderen. Daarnaast heb je het meer over LinkedIn, dat daar weer andere dingen spelen. Je kon adverteren op met een inmail. En dat mag vanwege de privacywetgeving mag dat in Nederland niet. En buiten Nederland mag dat wel. Dus ja, dat zijn van die dingen die zitten je dan als marketing wel een beetje in de weg. Vandaar dat ik wel inmails krijg nu van Arabieren en weet ik dan maar niet wat, maar niet meer van Hollanders bedoel je. Ja, dat klopt. Nou, in principe, jij bent niet te targeten als Nederlander, maar mensen kunnen wel gewoon een 1-op-1 een inmail sturen. Maar een grootschalige inmail naar bijvoorbeeld 200 autoverkopers, dat zou niet meer kunnen. Nee, dat is eruit. Hey, en dan zeg maar, wat zou je de autodealers, autobedrijf mee kunnen geven? Wat zijn nou de punten waaraan ze moeten denken als ze meer willen doen op Facebook en op Instagram? Heb je daar een aantal punten voor waar je zegt, nou daar moet je aan denken, daar moet je aan denken, daar moet je aan denken voordat je begint. Behalve dan uiteraard om jou te vragen voor advies. Hè? Dat laten we dan even bij schouwing. Maar moeten ze voornamelijk aan denken? Nou, waar ze heel erg aan moeten denken, en dat is meteen gelijk een niveautje hoger dan bijvoorbeeld een post op Facebook of Insta plaatsen, is om het te gaan zien als een marketingkanaal. En ik zeg altijd van, zorg dat het ook op je salesagenda komt. Want als je het ziet als van, nou, dat moet eigenlijk de secretaresse of iemand die er een beetje lol in heeft erbij doen, dan gebruik je gewoon niet de kracht van het platform. Terwijl als je gaat posten en je gaat ook daadwerkelijk de statistieken erbij halen en bekijken van wat heeft dat precies gedaan. Facebook en Insta zijn bij uitstek platformen waar je heel veel respons krijgt en inzicht krijgt in het effect van de dingen die je doet. Als je dat op je salesagenda kunt krijgen, dat zou gewoon perfect zijn. Want daarmee wordt het ook een spel waar je steeds beter in wordt. En geef je het de aandacht die het moet krijgen om er resultaat mee te behalen. Dus ik vind, je moet wel realistisch zijn dat als je er heel weinig mee doet, moet je ook niet verwachten dat je er heel veel resultaat uit haalt. Ja, dat snap ik. Dus het hoger op de agenda krijgen, dat is echt belangrijk. Yeah. Ja, daarnaast zou ik zeggen van die continuïteit. Dus zorg dat er echt continu gepost wordt. En ga ook kijken naar een structuur die werkbaar is. Dus kijk, als het niet werkbaar is om het bij de verkopers te leggen, dat ze dat erbij moeten doen. Zorg dan dat je het of uitbesteedt of, nou ja, wie weet, iemand erbij kan halen die er wel affiniteit mee heeft en tijd voor kan maken. Dat komt de kwaliteit maken, van moet je maken. Ja, precies. Want dat komt ook gewoon de kwaliteit van je post ten goede. Dus dat is denk ik een hele belangrijke. En wat heel veel mensen niet weten, is dat je het algoritme een beetje kan beïnvloeden. Dus hoe hoog jouw bereik wordt of hoe goed jouw post scoort. En ja, dat is aan ons zeg maar echt een spel van hoe kunnen wij zorgen dat we zoveel mogelijk interactie krijgen. Uh-huh. En interactie wil zeggen dat als mensen op het bericht klikken, als ze het liken of een reactie plaatsen of dat ze delen. En meer interactie, die krijgen ook een groter bereik.
En daarmee kun je dus dat algoritme beïnvloeden. Nou, dat klinkt heel logisch, maar daar kun je dus ook je content op maken, zodat de reactie uit gaat lokken. En wat ik nog veel zie bij autobedrijven is dat ze ervoor kiezen om het aanbod vrij eenzijdig neer te zetten, om het maar zo te zeggen. Ja. Dus een plaatje, de specs. Nee, en het roept gewoon niks op. Dus ga ook kijken van, niet alleen van wat wil ik zeggen, maar ook wat wil de ontvanger horen. Want als je op die manier naar gaat kijken, ga je heel andere content maken. Nou ja, kijk, als ze per se auto's zouden willen zien, zouden ze dan naar Marktplaats gaan. Hè? Dus, precies. Hoe bereik je die klant op die tijdlijn? En er is er maar eentje. Nou, dus net dat ze wel naar je auto willen en kijken. Ja, precies. En ook gewoon, zeker als je lokaal actief bent, gewoon niet onderschatten wat het community gebeuren doet. Zeg maar dat het zo belangrijk is om echt een netwerk om je heen te verzamelen. En wat onze ervaring is dat bijvoorbeeld teamfoto's, dat die het echt ontzettend goed doen. Of foto's met mensen sowieso. Dat je verkoper een keer aan het woord laat, maar ook, want die zijn toch het gezicht van het bedrijf. Maar wij hebben bijvoorbeeld ook wel eens gemaakt, dan hadden we een silhouet gemaakt van een medewerker. Dus je zag niet wie het was met de vraag wie is dit? En er komt dan heel veel reactie op, maar ook allemaal complimenten. En weet je wel, een super positieve feedback komt daarop. Nou, dat zou je ook bijvoorbeeld kunnen doen met een model wat op de markt komt. Absoluut. Wat er op de markt is, weet je wel. Zodat je mensen echt uitdaagt om die reactie te geven. Dat dus is een beetje het spel wat je hebben. Moet spelen. Ja. En je moet dus top of mind blijven en wat nog meer? Moet je huisstijl hebben of mag dat over de place zijn? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om wel je huisstijl ook in je social media terug te laten komen. Dat heeft ook te maken met wat ik net zei, is dat je echt aan een merk bouwt. En alles wat mensen van jou zien, is zegt iets over jou. En dat heb je ook wel met een advertentie in de krant of iets dergelijks. Maar met social media kan de continuïteit zo hoog liggen dat mensen iets van jou zien. Dat het ook gewoon bij uitstek de manier is om iets van je merk te laten zien en je merk te bouwen. Ja. Dus wij zijn er echt voorstander van zorg dat je fotografie goed is. Zorg dat je icons, je lettertypes, je kleurgebruik, dat het gewoon super strak geregeld is. Want het is gewoon wat mensen van jou zien en wat ze één op één vergelijken met van is dat bedrijf een bedrijf wat mijn vertrouwen waard is, om het maar zo te zeggen. Ja. Ga ik daar langs? Gun ik ze dat? En vind ik ze daarvoor professioneel genoeg? Autodata Nederland. Beter taxeren, inkopen en verkopen, dat krijg je voor elkaar met Autodata. Eigentijdse applicaties voor automotive professionals. Kijk voor meer info op www.autodata.nl. LEF, het lead management systeem van You Name It, waarbij al uw leads in één systeem kunnen worden opgevolgd, helpt u op weg van lead naar deal. LEF is vernieuwend, verrassend en compleet. Door haar koppelingen met vele automotive leadbronnen en het eenvoudige management dashboard heeft u real-time inzicht in uw volledige leadproces. Uw leadproces volledig onder controle? Kijk dan op datislefhebben.nl. Marble Digital Marketing Solutions is het online marketingbureau voor de autobranche. Wij bouwen data-driven websites op een platform dat volledig is geoptimaliseerd voor gebruik binnen de autobranche. Door vele koppelingen zijn wij in staat om een naadloze integratie van online naar offline te realiseren voor u en uw klanten. Een hogere conversie via uw eigen website? Voorzien van geavanceerde techniek en functionaliteiten? Tegen een vaste fee per maand zonder hoge eenmalige investeringen? Dan bent u bij Marble aan het juiste adres. www.marble.nl. Wij helpen bedrijven in de mobiliteitsbranche bij al hun verzekeringen, financieringen en rechtshulp. Onze missie? Onze klanten nog succesvoller laten ondernemen. Als onderdeel van BOVAG bestaan wij voor en door de mobiliteitsbranche. Anders dan andere partijen vinden wij het dan ook belangrijk om de branche sterk te houden. BOVEMEI. Samen vooruit.
Active Lease zoekt actieve dealers voor een partnership voor operationele leasecontracten van uw voorraadauto's. Bent u een actieve dealer met interesse in onze diensten? En wilt u ook meer overhouden per verkooptransactie? Bel dan Active Lease op 06-248-566-77 of kijk op activelease.nl. Hey, en dus blijf plaatsen is ook een verhaal, maar wat bedoel je eigenlijk? Want ik zag ergens van je een artikel of een mailtje social media op de salesagenda krijgen. Wat bedoel je daarmee? Ja, dat is inderdaad dat je het terug laat komen bijvoorbeeld in je verkoopoverleg. Om te kijken van joh, wat doet nou onze inspanning op die socials en wat kunnen we daarmee? Maar ook bijvoorbeeld als je adverteert op Facebook en Insta, is dat dan ook het moment om, om je leads door te nemen van hoeveel leads zijn er afgelopen maanden uit Facebook en Insta gekomen. De leads zelf moeten natuurlijk wel eerder opgevolgd worden. Maar als je het op de salesagenda krijgt, dan ga je het ook echt zien als een marketingkanaal, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Okay. Ja, ik denk dat heel belangrijk is. Kijk, wij zien dat bij ons eigen bedrijf ook. Wij zijn een reclamebureau, wij werken nu met 4 man. Wij willen groeien, we willen vooruit. Daardoor zijn we ontzettend actief op social media. We zijn aan het bloggen, we plaatsen regelmatig posts, we proberen dat ook op een professionele manier te doen. Wij zien dat op dit moment onze social inspanningen ons beste marketingkanaal is. Ja. Omdat mensen erop gaan reageren, omdat ze zeggen van, oh ja, die gasten ken ik wel. Ik word zelfs doorverwezen door mensen die mij nog nooit hebben gezien of nog nooit hebben ontmoet. Dus ja, daar heb je gewoon ontzettend veel aan. Ja, het maakt je ook eigenlijk interlokaal ook, hè? Het maakt je menselijk en allemaal dat soort zaken ook, hè? Ja, klopt. En mensen Facebook hebben een gezicht bij je en je bent ineens benaderbaar. Ja. Je bent persoonlijk, menselijk. Ja, klopt. En heel veel mensen onderschatten misschien daarvan de kracht nog. Ik soms denk van, kijk, bijvoorbeeld je kan een topproduct hebben, maar als je marketing slecht is, dan ga je het niet verkopen. Je kan een slecht product hebben en als je marketing top is, kan je een veel florerender bedrijf hebben. Ja, dus daar geloof ik in. En kijk, wij staan ervoor om een goed product te leveren, maar onze marketing kan top zijn. Ja. Nee, maar goed, kijk, en het is ook zo, hè? Dat is hetzelfde als met een restaurant. Ik eet liever bij een restaurant waar de bediening dus top is, maar waarbij het eten misschien, beter zou kunnen dan een toprestaurant met top eten met een hele slechte bediening. En dat is exact hetzelfde van op het moment dat ik een goed product heb, maar niemand weet ervan, kan niemand het en kopen, heb ik dan misschien een iets minder product. Maar wat iedereen kent en weet en snapt en begrijpt wat het dus doet, dan kan ik een beter bedrijf beginnen. Klopt, ja. En het verschil tussen falen of succes hebben, om maar even heel gechargeerd te zeggen, kan liggen aan je marketing en niet zozeer aan je product. Absoluut. Ja. Hey, en dan het laatste. Als ik dus kijk, hè, en ik zet mijn advertenties in, hè, gaat het met een creditcard? Kan ik betalen met PayPal? Kan ik van tevoren betalen? Hoe vraagt Facebook een betaling aan jou? Aan mij? Als marketeer? Nee, gewoon als autobedrijf. Dus ik wil als autobedrijf adverteren, zeg maar. Hoe doe ik dat? Heb ik dan een creditcard nodig? Kan ik met PayPal betalen? Kan ik met PayPal betalen? Ja, al die 3 dingen die je noemt zijn mogelijk. Het is wel belangrijk dat je een advertentieaccount hebt. Dat moet je aanmaken. Natuurlijk moet je een Facebookpagina hebben, want dat is de afzender waaruit je adverteert. Je koppelt daar een van die 3 betalingsmethoden aan. Dus creditcard of PayPal. En vervolgens maak je een budget beschikbaar. Bijvoorbeeld je zegt €50
voor deze campagne. En dan weet je zeker dat er maximaal €50 besteed wordt. En uiteindelijk kun je inzicht krijgen in hoeveel dat per klik is geweest of per lead bijvoorbeeld. Yeah. Dus dan krijg je de statistieken. Hey, en de hint over die statistieken hebt, hè? Er zit nu iets te binnen. Zou je een Facebook-campagne, een Instagram-campagne beginnen om leads te genereren voor het autobedrijf op het platform zelf? Of zou je willen converteren naar een klik naar de dealer-website om daar te converteren? Ja, nou dat is wel een hele goede, want ja, daar zijn we ontzettend veel mee bezig om dat te testen. En er zijn de twee varianten werken in andere gevallen goed. Ja, hoe zeg ik dat? Het is in beide gevallen. De een werkt soms beter dan de ander. Ja. Maar het is van tevoren niet precies te zeggen wat het beste werkt. Maar wat ik zou adviseren is om beide manieren te proberen. Dus de ene manier is je plaatst een advertentie op Facebook of Instagram en je wil daadwerkelijk dat mensen hun naam en e-mailadres of telefoonnummer invullen. Ja. Vervolgens kun je die lead opvolgen. Wat je dan moet doen is dat de call to action niet specifiek is. Dus die moet vrij laagdrempelig zijn. Dus bijvoorbeeld stuur mij meer informatie over deze auto. Nou, daar zul je best wel veel leads op krijgen. Maar de vraag is natuurlijk, zijn het allemaal kwalitatieve leads? En wat je ziet, is dat als mensen naar de landingspage gaan, dan valt er wel een heel groot gedeelte af. Dus dat is een percentage wat tussendoor afvalt. Maar de leads op de landingspage kunnen kwalitatiever zijn. Omdat ze vervolgens de auto hebben bekeken. Ze hebben gezien wat de prijs is, wat het interieur is. Echt een in-market shopper, zeg maar. Echt een engaged shopper op dat moment. Ja, precies. Want die heeft al veel meer research kunnen doen dan degene die op Facebook converteerde. Maar wij zetten ze allebei met succes in. Dus het is heel verschillend wat de resultaten zijn. Je kunt er eigenlijk dus niet van op aan. Dus je moet blijven proberen testen, kijken om te zien wat op dat moment voor die campagne het beste werkt, toch? Ja, precies. Nou, wat wel zou kunnen, want wij voeren heel veel campagnes voor heel veel verschillende klanten. Maar op een gegeven moment hebben wij wel wat de optimale campagne voor de klant. Dus het is niet zo dat als je het getest hebt, dat het dan over 2 weken weer helemaal anders is. Maar je weet dan, in onze business case werkt het zo. Maar ik heb laatst bijvoorbeeld een campagne gevoerd waar we eerst altijd met landingpage werkten. Ja. Dus op de website zelf. Vervolgens een keer een leadcampagne geprobeerd. Er kwamen heel veel leads op binnen. Dus de kwantiteit nam toe, maar de kwaliteit nam af. Dus in overleg met de klant hebben we toch voor gekozen om voortaan op campagnes gebaseerd op landingspages te adverteren. Want de kwantiteit neemt af, maar de kwaliteit is dan beter. Hey, de laatste vraag, Esther. Hè? Als je zo moet te kiezen, hè, en je moet één van de twee laten vallen, kies je dan voor Facebook of voor Instagram? Als autobedrijf zijnde? Ja. Ja, dan zou ik voor Facebook gaan. Zou je toch voor Facebook gaan? Ja, het biedt meerdere mogelijkheden. Instagram is beperkter om met zo'n product een grote groep volgers op te bouwen. Algoritme van Instagram zit gewoon heel anders in elkaar. En met Facebook is dat makkelijker. En je hebt gewoon meerdere opties ook om in je pagina kwijt te kunnen. Bijvoorbeeld de informatie die op je pagina zelf staat. En dat is bij Instagram ook veel beperkter. Maar ik zal er wel bij zeggen, vraag je het op een ander onderwerp, dus een ander product, dan zou het zomaar de andere kant kunnen gaan. Het is niet zo dat ik zeg van nou, standaard is Facebook beter. Zeker niet, want je ziet ook echt anders. Dan een verschuiving in de volgers. Het is anders inderdaad, ja, klopt. En ik denk ook wel dat het goed is om te zeggen van op Instagram zit ook een heel andere doelgroep. Dus wat dat betreft kun je met Facebook op dit moment nog breder doelgroepen bereiken. Ja.
Hey Esther, als mensen meer willen weten over jou, je bedrijf en hoe ze social media beter kunnen omgaan in de automotorwereld, hoe kunnen ze dan het beste met jou in contact komen? Nou, dat kan via Facebook, via Instagram, via LinkedIn. En natuurlijk ook gewoon via onze website www.zoutmedia.nl. En een mailtje sturen naar mij, esther@zoutmedia.nl, kan ook altijd. Oké. Hey Esther, dankjewel. Dankjewel voor dit interview. Dankjewel voor de afgelopen jaren. Dat we toch heel veel dingen al samen hebben kunnen bereiken. Met de DCW en met onze huisstijl. Dank daarvoor. En luisteraars, volgende week weer een nieuwe aflevering van de DCW podcast. Met daarop weer een nieuwe gast. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar Digital Car Dealer Workshop, de podcast. Volgende week is er weer een nieuwe uitzending met wederom een interessante gast en boeiende onderwerpen. Kijk voor meer informatie en de notes van deze uitzending op www.dcdw.nl/podcast. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Marktplaats, Autodata Nederland, You Name It, Bovemij, Marble Digital Marketing Solutions en Active Lease.